Kunstbund is voor mij een ervaring geweest, een soort podiumervaring en een ervaring met mensen leren kennen en workshops doen en gewoon zien hoe ver dat je staat op vlak van muziek en nieuwe dingen leren kennen dat je ook kunt doen met de talenten die je al had. Het is gewoon echt een super toffe bende. Iedereen hangt samen, er is niemand die wordt buitengesloten. Het is echt gewoon één hechte groep. Ik denk echt gewoon, ik heb dat nog nooit ergens anders gezien, zo'n hechte groep. Het is echt een heel leuke week. En iedereen is vriendelijk tegen elkaar. We delen allemaal dezelfde passie, kunst. Het is echt super tof. Kunstbende is echt, echt een deel van mijn leven geworden. Ik ben Simon Wouters, ik ben 18 jaar en ik heb meegedaan met de kunstbende in Antwerpen in de categorie muziek. En ik heb dat gedaan met zelfgeschreven Nederlandstalige nummers. Ze brengt mijn hart op hol en mijn hoofd in de wolken. Ze laat me nooit met rust en als ik slaap fluistert ze warme woorden. Is het zij die me wakker kust? Wanneer ze praat dan is dat pure poëzie. Dan is ze alles wat ik zie, ze brengt mijn hart op hol en mijn hoofd in de wolken. Hart op hol en mijn hoofd in de wolken. Ik ben Alice Jacobs, ik ben 15 jaar en ik doe mee aan de kunstbende. Ik doe mee in de categorie beeldend. Ik ben Mona Thijs, ik ben 16 jaar oud en mijn passie is woord en taal en kunst en gekke projecten. Dus kunstbende is perfect daarvoor. Cassetje aan het werken. We hebben hier dus stadsgeluiden opgezet en we hebben verschillende cassettespelers hier in onze installatie gezet. En die gaan we eigenlijk als muziekinstrumenten gebruiken. Ik doe dit jaar met tekst mee bij Kunstbende. En ik zit dan ook in de workshop tekst en wij leren daar eigenlijk, wij verkennen daar een heel verrassende kant van het schrijven. Een kant die ik zelf nog niet kende, door zelf boeken te herschikken, door zinnen uit de stad te recycleren in ons eigen werk. Ik ben nu druk bezig met een boek dat we in de kringloopwinkel hebben gevonden, helemaal om te vormen en naar mijn hand te zetten. Het was de opdracht om een geschiedenis over eender wat te schrijven en ik heb gekozen voor de geschiedenis van de leugen. Helemaal gelogen door mezelf. We zijn een soort van gezellige ruimte aan het creëren waar mensen in een gastenboek kunnen schrijven. Zo als ritueel, wat je ook altijd doet na een hotelletje of zo. Voor zaterdag voor toonmoment gaan we met tekst een schrijverskamer simuleren. En we gaan een bed neerplanten in een ruimte en ook een schrijverstafel. Op de bureau komen ook zo perkamentrollen te liggen waar het publiek een verhaal op kan schrijven. Dus het wordt allemaal heel verrassend.
heb een beetje zenuwen voor de performance, omdat niks is voorbereid en alles moet op het moment zelf komen. Maar voor de rest denk ik wel dat alles goed gaat verlopen. Over 20 minuten komen de bezoekers aan en ik heb op dit moment eigenlijk nul zenuwen. Wat dat we doen met muziek is, is dat elke keer anders is. Het is altijd een improvisatie. Dus ik ga gewoon genieten ervan en plezier maken. Ik heb er wel een goed gevoel bij. Ik heb het gevoel dat het in orde gaat komen. Zometeen gaan we het museum binnen. Ik zou het echt opnieuw willen doen. Volgend jaar ga ik echt heel hard mijn best doen om hier terug te zijn, want ik vind het echt super leuk. Ik vond het heel plezant. Ook niet alleen de workshops op zich, maar ook gewoon het hele gebeuren, de sfeer die er hangt. Gewoon zo'n groep jongeren die allemaal een passie hebben voor iets artistiek bijeenbrengen, dat geeft zo'n leuke energie. Ik ga door met kunstbende totdat ik 19 ben. Ik kan misschien nog 4 keer of zo meedoen. Dus we gaan ervoor. Ik ben echt een die-hard kunstbende-fan.